Een hele goede morgen, guys. Ik was net mijn vlog aan het editen en toen dacht ik van, dit is echt een heel chaotische vlog, dus ik ga het even een beetje netjes starten. Voor de duidelijkheid, deze vlog bestaat alleen maar uit updates van de afgelopen weken. Dus ik hoop dat je het alsnog een beetje leuk vindt om naar te kijken. Maar ik dacht, ik open hem even netjes voor je, dan weten jullie wat eraan komt. Dus veel kijkplezier. Doeg! Guys, even een update. Onze behangen is iets anders uitgevonden dan we hadden verwacht. Ik had echt zogenaamd mijn droombehang gevonden. Alles. En als je zo goed bekijkt, hij lijkt gewoon roze. Ik had beige gekozen en hij is gewoon roze, guys. Echt niet normaal. Ik bedoel, kijk één keer het verschil tussen de tegels, die echt prachtig zijn in combinatie met het behang. Oh my god. Ja, dit gaat dus nu vandaag nog weg. Ja? Wij zijn nu weer thuis. Dus zoals je ziet is het nu weer helemaal clean. De eerste laag met renovliesbehang is aangelegd. En hier dus niet, want hier komt nog een wand en hier komt de keuken, of course. Dus het komt allemaal nog wel, maar het is echt veel beter dan gisteren. Oh my god. Het is echt veel beter dan gisteren. Ik ben echt happy met mijn keuze. En ik had het nog niet laten zien, maar onze schuttingen staan er dus ook al. Aan beide kanten. Echt blij mee. Nu hebben we weer een beetje privacy. Trouwens, ik heb het er nog niet bij vermeld. Maar ik heb dus niet voor witte muren gekozen, maar voor off-white. Dus gebroken wit. Vond ik veel mooier. En het matcht echt heel mooi met onze tegels. Dat was echt de beste beslissing ever. Gewoon, kijk hoe mooi. Een hele goede morgen, guys. Deze meid heeft haar winterjas weer uit de kast gehaald. Oh ja. Het is zo koud. We hebben vandaag best wel een drukke dag. En hij start nu. Oké, guys, we gaan dus eerst de sfeerhaard ophalen, want daar gaat de anime mee bezig deze dagen. We krijgen dus van die wanden. Leg jij het mij even uit? We gaan sfeerhaarden ophalen. Ja. En de aannemer gaat deze week beginnen met de uitbouw van de wanden, van de muur. We hebben aan de tv-kant en aan de andere kant hebben wij uitbouw. Mm-hmm. En daar wordt de haard geplaatst. En dat is wat we nu gaan doen. Ja. Straks gaan we de auto terugbrengen en een andere ophalen. Ja, dus en krijgt een jeep. Guys, we hebben hem. Onze sfeerhaard. We gaan straks trouwens naar meubelzaak. En ik heb expres zo geregeld dat we even als eerst naar een best wel dure meubelzaak gaan. Waar je echt mijn droombank zeg maar hebt. Maar het is echt gewoon mega duur. En daarna heb ik dus gepland naar een wat betaalbaarder zeg maar variant gaan. En ik wil eigenlijk gewoon zien of je echt heel veel verschil merkt tussen die twee. Ja, dat is een beetje de planning. Gefixt! Hallo! Hallo! Echt, hij past er ook echt net in, hè? Hij past er net in. Gelukkig maar, want anders konden we hem niet meenemen. Ik denk dat het tijd wordt voor een grotere auto. Echt, dat is het plan. We moeten echt een grotere auto gaan nemen. Pas op, even kijken. We hebben altijd voor... We hebben altijd dit soort issues. Ja. Hè? Gelukkig zien we elkaar niet meer. Waar is mijn... Oh, hallo. Elle! Het verhuisteam, Elle, ben je? Nes in zijn nieuwe auto. Past perfect bij zijn outfit. Mooi hoor, Nes. Heerlijk. Jongens. Nieuwe week, nieuwe car. Nieuwe week, nieuwe car. Je is dus boos op mij. Waarom ben je boos? Nee, ik zeg, jij wist dat jij dit psychologisch spelletje met mij ging spelen. Want je brengt mij eerst naar een meubelzaak, hè, die jij heel leuk vond. Die iets prijziger is, maar zit, alles is top. Ja. Ik heb erop gezeten, top, ja. Hemel. Ja. En dan breng je mij naar de Jisk-achtige plek. Ja. En dan zit alles goed. Hij vindt niks meer leuk nu. Snap je? Alles is net niet. Dus dat vind ik wel... Voor alle vrouwen die hun mannen willen overhalen om voor een dure bank te gaan, ga eerst naar de dure zaak en daarna naar een wat goedkope variant. Nee, al die banken zitten gewoon net niet, weet los je wel. Los van de prijs, ja. Het is de kwaliteit ook, hè? Ja, je merkt het echt met zitten. Die banken daar waren gewoon echt veel fijner. Dat is niet normaal. Ja, maar er is ook een prijs... Er is ook een...
Er is ook een verschil in prijzen, dat is natuurlijk heel erg logisch. We betalen ergens voor, maar ja, goed. Nou, een hele goede morgen, jongens. Het is vandaag. Wat is vandaag? Woensdag, denk ik. Woensdag? Maandag, sorry. Wee. Wij zijn nu bij de tank, maar we gaan zo even naar ons huis. Want ze zijn nu bezig met de badkamer en ze zijn echt aardig ver. We hebben al een foto ervan gezien en het zag er niet normaal mooi uit. We waren al best wel een beetje bang over de badkamer, moeten we eerlijk zeggen. Want wij hebben het gewoon zelf designed. We hebben gewoon echt letterlijk alles zelf uitgekozen. Geen Pinterest, helemaal niks. Het is gewoon echt helemaal door onszelf gekozen. We zijn een winkel binnengestapt, hebben tegels uitgekozen, accessoires, meubels en we hopen dat het gewoon een mooi geheel wordt. Designed by Nestmeer. Ja, maar het komt wel goed. We hebben een foto gezien en het zag er echt goed uit. Dus nemen jullie een beetje mee vandaag. Spannend hoor. Yes! Leg je mij uit omdat ik nu pas een vlog op. Ja. Sorry. Het is al 5 uur. Ja, maar ik keek naar wat ik allemaal had gevlogd afgelopen tijd. Het was zo rommelig. Dus ik dacht, ik neem ze gewoon mee. Je hebt gelijk. Ik heb gelijk. Guys, by the way, ik wil jullie even dit laten zien vandaag. Dit is een keto cake. Homemade. Kijk hoe lekker die eruit ziet. Ik ben vandaag niet aan het vasten. Maar dit is dus mijn snack voor in de auto. Update van onze badkamer. Kunstwerk. Dit is nog maar een klein gedeelte, want er komen ook andere tegels bij. Maar dat wil ik graag op het einde allemaal aan jullie laten zien. Maar dit is zeg maar de eerste tegels die wij gaan gebruiken. Zo mooi, ook het niche, hoe die heeft gemaakt, kijk hoe mooi het allemaal overloopt. Weet je hoe moeilijk dat is? Kijk eens, als je het zeg maar zo filmt, zo recht, dan zie je het niche nog beter. Kijk jongens, zoals jullie kunnen zien, onze aannemer heeft ervoor gezorgd dat zeg maar de lijnen van de tegels gewoon goed in elkaar, door elkaar heen lopen, zeg maar. Of elkaar goed bereiken. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen, weet ik veel. Want... Nee, kijk dan, oh. Ken je, film mij maar. Ken je die ene, die Da Vinci, zeg maar, dat ze zo die vingers zo aanraken? Ja. Dat lijkt een beetje daarop, vind ik. Ik doe me daaraan denken, ik weet niet waarom. Omdat ze elkaar, zeg maar, zo aanraken. In ieder geval, wat Nessie wil uitleggen is dat het allemaal zo heel mooi in elkaar overloopt. Is er eigenlijk bedoeld en dan zo wat te passen. Dat vind ik mooi, dat vind ik echt heel mooi. Ja, zeg maar, je kan beter, hè? Een hele goede middag, weer een heel leuke start van de vlog, midden op de dag. We hebben best wel chaotische dagen, ik ben vandaag ook echt heel erg druk geweest, ik ben bezig geweest met campagnes. Ik heb net echt letterlijk een vier uur lang gedaan over een video en het was een reels. Dus jullie gaan maar een paar seconden zien van een video waar ik 4 uur lang over heb gedaan. Dus ik ben helemaal gesloopt, daarom zie ik er een beetje zo uit. Ik heb gelijk mijn haar even vastgedaan toen ik klaar was. Nessie en ik komen zo thuis en dan gaan we even rustig aan bezig met ons eten. Om straks te eten. Ik heb echt een heel leuke campagne die binnenkort online komt. Ik vind het zo leuk dat zeg maar na een paar jaar ik eindelijk campagnes krijg waar ik echt gewoon heel erg happy van word. Dat het echt gewoon 100% bij me pas. Ik heb heel veel leuke campagnes gedaan, maar dan komen er echt campagnes op je pad waarvan je denkt van ja man, dit ben ik echt. En dat is nu een beetje. Dus daar ben ik heel blij mee en heel erg dankbaar voor. Ik heb vandaag trouwens iets heel erg leuks gedaan. Ik heb de artwork gekozen voor ons huis. En ik moet jullie eerlijk zeggen dat sinds ik bezig ben met ons huis, dat echt mijn kijk op heel veel dingen is veranderd. Ik had vroeger bijvoorbeeld, als ik bepaalde artwork zag, dat ik dacht van, nou ja, je hebt ook zoiets bij de H&M of iets wat erop lijkt bij Zara Home of weet ik veel wat. En ja, ik heb nu heel erg dat ik kijk naar artwork en ik het gewoon, dat ik hun werk echt gewoon waardeer. Dat ik echt zie van, wow, daar zit zoveel werk in en ergens anders kan je wel zoiets halen, maar ik zie verschil. Weet je, ik waardeer je werk. En ja, ik weet niet, ik heb dat opeens heel erg. Dus ik heb kleurstalen opgevraagd. Ik wist niet eens dat dat kon van artwork. Om te kijken of het wel in mijn huis zou passen en bij mijn bank en zo. Die heb ik vandaag binnengekregen en ik heb eindelijk een keuze kunnen maken. Dus ik heb het besteld. Leeftijd is echt super lang. Tenminste, ja, 6 tot 10 weken is best wel lang. Dus ik moest het echt nu bestellen. Dus dat heb ik nu gedaan, daar ben ik vanaf. En ik heb daarna even designs opgezocht voor mijn kaptafel, want ik wil daar echt
iets specifieks mee doen. En ik heb gevraagd aan mijn aannemer of hij dat zou kunnen. En of course kon hij dat, want hij kan echt letterlijk alles maken. Dus dat komt ook goed. Ik moet daar even materiaal voor gaan zoeken. En meubels, bepaalde meubels moet ik daarvoor gaan zoeken. En dan ga ik lekker Pinterest zoeken. En dan even kijken wat ik het mooiste vind. En dat gaan we dan weer uitvoeren. Ik weet niet of we dat nu gaan doen of over een paar weken pas. Maar ik heb wel echt een bepaald idee in mijn hoofd van hoe het moet worden. Ja, kleine update. Heel veel mensen hebben mij gevraagd hoe ik kan weten voor welke bank ik zou moeten gaan. Of bijvoorbeeld nu voor artwork en zo. Maar ik heb dus de tegels die in mijn huis liggen, heb ik gewoon hier ook liggen. Kleine stukjes ervan. Mijn tegels zijn echt mega groot. Dit is de visgraatvloer die wij boven krijgen. En zijn onze tegels dus beneden. Ik heb een kleurstaal van onze bank. En onze muren zijn gebroken wit, dus dat is heel erg makkelijk. Kijk, en als ik zo dus mijn tegel ernaast leg en mijn muren zijn gebroken wit, dan kan ik eigenlijk dit en zelfs dit kan ik nog kiezen. At home! Guys, onze bed is binnengekomen. Oh, yes. Ik weet niet of ik het al had gevlogd voor jullie, maar dit is dus onze Cinewall. Hij is mega groot, guys. Ja. Maar als jullie tv van Nessie zien, dan snappen jullie waarom. Mm. En aan deze kant, dat is gisteren gestukt, hè? Ja, eergisteren. Dit is waar de haard gaat komen. Die krijgt een heel speciale plek. Ons keuken, die komt van de week. Oh, hier heb ik zoveel zin in, niet normaal. En nu gaan we even naar boven voor een update van onze badkamer. Yeah, ik zie het al. Marmer. We are back. Zo mooi. Ik heb mijn samples even meegenomen voor de artwork. En ik ga het even naast de muur nu neerleggen. Maar ik denk dat ik mijn keuze al heb gemaakt, hoor. Zo. En ik heb ook de kleurstaal van de bank mee. Yes. Nice! Sorry dat ik niet alles laat zien, guys. Maar ik denk van ja, ik geef dan alles al weg. En ik vind het wel leuk om op het einde gewoon alles met jullie te delen. Dat komt nog lang niet. Daarom. Dus dan, volgens mij is de leeftijd nog iets van 9 weken nu. Dus ik vind het zonde om het nu al te delen. En, we gaan de eerste maand op het matras zitten hier.